Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video hoort bij een serie. Pubers te paard. Woe! Jullie hebben vorige week of de week daarvoor hebben jullie een video gezien van ponymoeders. En dat is mijn moeders serie. En nu heb ik ook mijn eigen serie. Yay! Over pubers te paard. En er gaan verschillende dingen in voorkomen. En de eerste gaat over school. Mijn school die denkt heel erg mee in, met ons. Bijvoorbeeld dat wij op school huiswerk maken. En waardoor we meer vrije tijd hebben zelf. Want dat is ook heel belangrijk. Want daar kan je ook dingen van leren. In je vrije tijd kan je bijvoorbeeld leren sociaal met elkaar omgaan. Vaardigheden. Bijvoorbeeld als je buiten bezig bent, kan je ook vaardigheden maken met een hut bouwen bijvoorbeeld. Misschien heb je dat ooit nog wel eens nodig. Dan heb ik ook nog mijn klasgenoten. Ik ben echt heel erg fan van mijn klas. Ik vind het echt een hele leuke klas. Dat helpt mij ook heel erg. Want ik heb het ook, hoe leuker mijn klas is en hoe meer ik een band heb met mijn klas, hoe makkelijker het voor mezelf ook is om op te letten bij les of erbij te blijven. Want anders voel ik me heel erg afwezig en vind ik het nogal spannend om bij mensen in de buurt te zijn. Klasgenoten van mij die zijn ook heel slim. En die kunnen ook dingen uitleggen. En als je samenwerkt met iemand die dingen heel goed kan uitleggen, maakt het ook een stuk makkelijker. Ik heb ook favoriete docenten. En dat maakt ook gelijk het vak leuker en makkelijker. Ik heb ook geen idee waarom, maar waarschijnlijk omdat je dan een beetje een band opbouwt met je docent. Dat vind ik dan ook wel heel erg fijn. Ik heb zelf dyslexie. Daar kan natuurlijk niet iedereen van spreken, maar ik heb daar ook mijn voordelen aan. Er zitten natuurlijk heel veel nadelen aan. Bijvoorbeeld dat je niet goed kan lezen, niet goed dingen kan opschrijven. Maar ik heb daar inmiddels een soort van mijn eigen weg in gevonden. Want ik heb bijvoorbeeld Storytel, daarmee luister ik boeken. En ik heb ook de Lex app en dat leest mijn schoolboeken voor. En ik heb ook spellingscontrole, waardoor dingen minder snel fout gerekend worden. Ik heb bij mij op school een flexrooster. Dat betekent dat je 75 minuten per les hebt. En ik heb dan 4 lessen op een dag. Daardoor krijg je meer hetzelfde informatie, waardoor het makkelijker te begrijpen is. Behalve bijvoorbeeld, dan heb je 8 vakken per dag. En dan moet je dat allemaal maar onthouden. Het is makkelijker om 4 verschillende dingen te onthouden dan bijvoorbeeld 8 dingen. Ik maak het meeste van mijn huiswerk in een studieuur. Dat is 75 minuten lang. Ja, alweer 75 minuten lang. Studeren of werken aan je huiswerk. Mij helpt dat heel erg omdat ik dan meer tijd heb voor de paarden. Ik vind het makkelijker om mijn huiswerk op school te maken dan thuis. Ik wil mijn tijd goed indelen omdat ik natuurlijk het meeste van mijn tijd voor de paarden wil hebben. Waardoor ik ook een agenda heb waar ik alles in opschrijf, zoals mijn huiswerk. En dat markeer ik dan ook. En dat kan ook op magister. Kan je dan op huiswerk afronden klikken. En dan weet je ook veel beter of je huiswerk af hebt, waardoor ik meer tijd heb. Ik maak mijn huiswerk het liefst op school. Tijdens de studieuren of tijdens de les zelf. Ik maak het meestal tijdens de les zelf af. Als ik het niet af heb, dan in de studieuur. Dan is het soms dat ik het echt niet af heb en dan doe ik het nog thuis. Vind ik wel iets minder fijn. Ik maak mijn huiswerk omdat ik graag goede cijfers wil halen. Omdat dat gewoon handig is voor later. Ik maak bijna al mijn huiswerk op de laptop. Ik steek het liefst mijn tijd in de paarden. Omdat ik de paarden veel leuker, interessanter en leerzamer vind voor mezelf. Ik vind school hartstikke leuk, maar ik ben liever gewoon 24/7 bij de paarden. Maar school is natuurlijk ook heel belangrijk voor je diploma. Motivatie, dat speelt ook een rol. Want als je geen motivatie hebt, dan is het ook heel veel lastig om dingen te doen. Soms heb ik ineens een boost en heb ik heel veel motivatie en knal ik in één keer achter elkaar door met mijn huiswerk. En als ik dan een keer wat minder motivatie heb of als er iets is gebeurd, dat ik dan wat tijd over heb voor mezelf. Super bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat hier beneden in de reacties weten of je meer ideeën hebt voor pubers te paard. Want dat kunnen wij ook goed gebruiken voor onze serie. En dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog.